Hoi, oh my god, ik heb zoveel zin in deze shoplog van Naked. Het is echt een mega zware zak, dus ga er lekker voor zitten en laten wij beginnen. Jawel, jawel, ik heb voor 750 euro geshopt bij Naked en ik ben daar blij mee. Oké, het eerste fitje dat bestaat uit deze beige linnen broek, of pantalon eigenlijk. Hij is lekker, als het goed is, een beetje baggy en lekker luchtig. Want de temperaturen die zijn weer aan het stijgen, lieve mensen. Dus we moeten ook wat luchtiger gaan kleden. En daarbovenop heb ik deze blazer, ook in beige. En ook van linnen. En ja, ik vind dus die knoopjes echt amazing. Er zaten ook helemaal van die speciale papiertjes omheen. Nou, dan weet je wat dat het kwaliteit is, hoor. Hier en hier zo. En wat ik nu dus ook vaak zie bij influencers, bij mensen, fashionistas, dat ze dit soort pakken dus gewoon dragen. Punt, nee. En dan hebben ze gewoon een witte top eronder en dan gewoon die blazer open hangen. Die broek mag lekker baggy zijn met een heel leuk riempje er doorheen. Zo'n buikketting er doorheen. Dat zie ik ook zoveel voorbij komen. Dus ik ben helemaal geïnfluenced voor deze fit. En daarbij heb ik ook nog even wat sieraden. Oh mijn god. Kijk, laten we even beginnen met deze ketting. Dit is een ketting met allemaal schakels. Och, heel cute. En daarbij ook deze. Kijk, ik kan me dus herinneren dat mijn moeder vroeger zo'n ketting had. Gewoon met die dik gevlochten gedraaide dingen en dan met zo'n schakel. Och. Ja, dit vind ik leuk. Dit vind ik heel leuk. Ik ga het even aantrekken. Nou, dit pak, het is zelfs beter dan ik had verwacht. Oh my goodness. Kijk dan eventjes. En dan moet je hem dus inderdaad zo heel baggy open laten hangen. Wit topje eronder. En dan grote sneakers. Van die, weet je, van die New Balance schoenen. Of ja, gewoon grove sneakers eronder. Ja, oh my god, ik ben helemaal in mijn opjes. Je wil je weten. En ook eventjes hier die kettingen erbij. Oh mijn god, ik heb vanmorgen 100, nee vanmiddag. Nou, een paar uur geleden 106 kilo gesquat. Dus ik even squat, maar mijn benen. Ah. Maar anyways, ik sta hier te trillen op mijn benen. Oh, maar die kettingen. Ja. Ja, 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 dit is echt... Ja, en dan inderdaad wat ik nog zei, hier zo'n buikketting door je gespen heen. Dan ben je helemaal de meid. Oh, wat is dit een geweldig pak. Ook inderdaad die knopen, ik vind het prachtig. Ja, weet je, ik heb er gewoon niks meer aan toe te voegen dan we gaan door. Dit is een parel en... Yes. Trouwens, ik heb een kortingscode, namelijk met Denise Anna20 krijg jij 20% korting op alles van Naked. Dus ja, het is altijd wel een lekker bedrag wat er van afgaat. Dus als je dat mandje lekker volgooit, kortingscode eroverheen en ik word dan altijd helemaal het vrouwtje. Als je dan ziet hoeveel geld er van afgaat, dat je denkt ja, thank you. Dus bij deze, hij is ook niet heel lang geldig, dus gebruik hem nu eigenlijk, of morgen, of nee, niet langer wachten, want het is een korte, van korte duur. En ze hebben echt, echt hele leuke dingen, dus. Linkjes staan trouwens hier in de beschrijving. Het volgende fitje, dat is lekker zomers, namelijk dit rokje. En ik vond het heel erg leuk, zo met al die kleurtjes en die bloemetjes. En het stofje is stretchable, het lijkt zelfs een beetje op... hoe heet dat? Bad? Nee, hoe noem je het ook alweer? Badpakstof. Ja, zwemstof. Badkledingstof. Zo, hè, hè. Trouwens, mocht je dingen horen, het is buiten een beetje aan het waaien. En ja, dan is het gewoon het zonnescherm, die hoor je dan. Dus dat. In ieder geval, het topje wat erboven is, dat is dit t-shirtje. En ja, daar gaan we allemaal bandjes. Er is er van alles gaande hier aan de voorkant. Ik kan het proberen altijd zo te laten zien, maar... Ik ga het natuurlijk wel even aantrekken. Erg leuk, zoals een fit. Ja, weet je, waar wil ik dit naartoe aantrekken? Ik zie dit ja, op zich wel op vakantie. Want ik ga binnenkort weer lekker op vakantie. En dan is dit wel echt zo'n fitje wat je dan aantrekt of zo. Of als ik hier naar het strand ga, zou ik ook dit aantrekken. Dan heb ik ook heel even onder dit fitje schoenen. Ik weet niet zeker of ze er helemaal bij passen. Want ik zie dit meer vormen met een... Misschien een flared broek of zo. Dat je zo zeg maar die pieptoe onderuit ziet komen. En dan zo'n brede hak, weet je wel. Want die hakken zijn echt huge. Kijk dan eventjes. Op zich kan dit ook wel leuk gewoon met blote benen hoor. Nee, ik ga het gewoon even aantrekken. Wellicht staat het gewoon wel hartstikke leuk. En zit ik me helemaal aan te stellen. Nou, het fitje als ik er aan heb. Hier word je toch meteen helemaal vrolijk van. Als je er kijkt. En ook als je het aan hebt. En... Ik weet het, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt amazing.
Ik zal even hier zo dichterbij voor je komen. Jans, kijk dan. Het zit ook lekker, joh, in dit stofje. Ja, het is gewoon zo lekker zacht stofje. Dus het is gewoon lekker ademend, lekker vlierig. Enige dingetje is dat je wel moet oppassen bij de boezem. Ik heb hem nu wel hier een knoopje ingelegd. Maar mocht hij openschieten, dan ben je wel echt helemaal fully zichtbaar. Dus ja, gewoon even een goede knoop erin leggen en dan een strik. Dan kan er eigenlijk niks gebeuren. En die schoenen erbij, die vind ik dus ook echt onwijs leuk erbij passen. Dus wel even wennen, want zeg maar, die hak is echt zo'n blok. Dus het loopt wat zwaarder dan dat je bent gewend. Maar weet je, heb je meteen een B-workout. En ja. Nee, ja, ik ben oprecht helemaal enthousiast. Ik vind het echt een heel leuk fitje. Dus we gaan er zeker houden. Dan heb ik hier zo een witte, ja, blouse-achtig iets. Volgens mij is die lichterlijk krop. Want dat zie je hier zo ook aan dat elastiek aan de onderkant. En lekker een diep dekeltje. Dus je kan lekker los gaan met allemaal kettingen. Because ik heb echt toevallig nu geen kettingen om. Maar ik ben altijd wel het vrouwtje met kettingen. Of in ieder geval sieraden. Hij heeft een lange mouw. En het is zeg maar zo'n kreukstofje. Ook weer een lekker dun stofje. En zo. Dus ik dacht, dit kunnen we helemaal rocken op zo'n, ja, zo'n baggy spijkerbroek of een kort broekje. Hè? Weet je, dit is zo'n fit die je eventjes zelf moet pimpen ook nog met extra dingen. Dus extra sieraden en je haar even helemaal leuk opgestoken of zo, weet ik het. Dus deze. Oké, ik heb er heel even op een kort broekje aangetrokken. Want ik wilde heel even zien hoe het staat. En het staat helemaal naar wens. Gewoon hoe ik het in gedachten had. Ja, dit ding, oh I love it. Dit kan je zo leuk stylen met alles gewoon. Ik heb er nu heel even een staart in. En met die oorbellen, met los haar kan het. Het kan met een ander soort oorbellen, met heel veel sieraden natuurlijk. En een lang broek. Ach ja. Ik heb namelijk zo vaak iets, ja dat klinkt heel dom wat ik nu ga zeggen. Maar dat ik iets heb wat een soort van wel chic is, maar niet overdressed. Maar wel, ja, fancy of zo. Dus dan is zo'n blouse echt ideaal daarvoor, voor dit soort momenten. Ja hoor. Dan heb ik hier zo een hele leuke blauwe jurk. En dit is hoe zij eruit ziet. Ik krijg er echt een beetje Disney Princess vibes van. En ik vond hem ook echt te cute om te laten liggen. Kijk, dit is hoe ze eruit ziet. Echt een heel mooie kleur blauw. En ik vond die mouwen dus heel erg leuk. Er zitten van die roesjes op de mouwen. Ze zijn trouwens ook lang zoals je ziet. En de deco die gaat echt heel diep. Dus ja, hoe cute is dit? Ik heb zeg maar echt het gevoel dat als ik dit aan heb, dat ik me echt zo, ja, een prinses voel of zo. Gewoon Jasmine of iets, Cinderella, I don't know. Maar gewoon even leuk. En er zitten trouwens ook, dat vind ik ook altijd wel prettig, hier van die rubbertjes. Dus ze glijdt niet van de schouders af. Dat is ook altijd wel een win. En ja, met deze oorbellen ook erbij. Ja, ik voel echt een vibe. Ik voel een vibe. Ja, ik ga hem even aantrekken. Oh my god. Disney Princess vibes over here. Wat een leuk jurkje. Ach, ik vind hem echt fantastisch. Ik heb er gewoon bijna geen woorden voor. Ja. We gaan even inzoomen. Ik heb wel even een sleehakje eronder aangetrokken. Want dat maakt het jurkje toch net eventjes weer extra af. Ik heb eventjes mijn vlinderoorbelletjes erbij aangetrokken. Eén kettingje afgedaan en één zo'n schakelkettingje omgehouden. En oh my god. Ik heb trouwens wel van die tepelplakkers opgedaan, want ze schijnt best wel door als het koud is. En ja, weet je, vind ik dan toch een beetje net helemaal niet. En daarbij, ik had hem aan en ik dacht, even denken, wanneer zou ik dit aantrekken? Er kwamen heel veel opties in mij erboven, maar op nummer 1 staat bijvoorbeeld naar een bruiloft. Weet ik veel, je zus gaat trouwen, je vriendin, iemand gaat trouwen en dan is dit echt zo'n jurkje, zo'n wedding jurkje gewoon. Dat gewoon cute is en classy en jant en ach ja. En dan moet je echt je haar even mooi, een beetje soort van leuk opsteken, half los, half vast, weet je wel. Ja, ik heb nu even gewoon makkelijk snel gedaan, maar dit is zo'n jurk. Of een baby shower van een jongetje, weet je wel. Of ja, het kan echt overal een lunch, uit eten, het kan echt, het kan allemaal. Ja. Ja, kijk zo even dichtbij nog voor je laten zien. Oh, die rug die is natuurlijk ook zo diep uitgesneden. Ach, enig. Dan heb ik hier zo nog een jurk. En zij is lekker kleurig, joh. Dit is er. En het model die had er volgens mij aan over de bikini. Dus gewoon weet je, als je een lekker dagje strand hebt, je moet even plassen of je moet even, je gaat lunchen of zo. Hup, dit jurkje lekker eroverheen aan en helemaal de blitz. Ze schijnt ook een heel klein beetje door.
Maar die gaatjes, maar goed, ja, het is echt minimaal. En vandaar dat ik ook zeg, lekker ook over je bikini heen. Of nou ja, dat vind ik ook een goede keuze. Tenzij je daar geen moeite mee hebt en je gaat gewoon lekker in je ondergrond of zo. Dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval dit. Nou, het jurkje als ik er aan heb. Ik heb er eventjes een bikini onder aangetrokken, maar het is volgens mij niet heel erg nodig. Het doorschijnen valt volgens mij al mee. Dus, volgens mij hoor. Nee, je ziet echt bijna niks, dus het hoeft niet per se over een bikini. Je kan het dus ook gewoon dragen zonder bikini. Maar even het jurkje. Ik vind het helemaal hysterisch. Wat een leuke kleuren. Wat is het lekker. Ja, ik word er helemaal vrolijk van, weet je wel. Ik vind het wel echt een vakantiejurkje. Dus als ik lekker over de Spaanse Costa del Sol loop of waar ik ook ben in de wereld, dan zou ik deze wel eventjes aantrekken. Love it. We kunnen door. En daarbij heb ik... Oh, deze vind ik ook zo leuk. Dit is een body. Kijk dan even dit patroon. Komen die disco vibes weer in of zo? Zeg maar, ja, echt een body. En dan de achterkant is bloot. Met heel veel weer touwtjes en dingetjes. En ja, ik ben helemaal in de vibe of zo van touwtjes. Ik vind touwtjes gewoon op mijn rug of aan de voorkant. Ik vind het helemaal geweldig. Dus nou, hier hebben we er ook weer eentje. En ja, hallo, kijk even dit. Ah, leuk. Kijk dan. Love it. En dan is het misschien best wel leuk ook met dat pak. Gewoon, misschien, weet ik niet zeker. Nou, weet ik niet. Het zou best kunnen dat je die blazer eronder doet. Of er overheen doet. En die broek er zo. Twijfel. Oké, ik heb het topje aan. Ik weet alleen niet of het op deze broek echt wel leuk is. Ik vind het minder op een blauwe broek. Dus misschien dat ik toch even die pantalon eronder aan ga doen. En zo weer terug. Nou, dit is ook gewoon hartstikke leuk. Wat dacht ik net? Ik dacht net, nee, dat kan helemaal niet. Maar dat kan heel erg leuk. Ja joh, kijk dan. Heb je toch even iets anders. Gewoon niet de standaard look met een witte top. Al, I live for that look. Maar dit is even weer anders. Leuk, maar goed. Even het blazertje uit. Want kijk, het topje. Als ik er aan heb, wacht ik even het broekje. Even het losser, dan kan ik even zien. Het is echt, ja, een body. En de rug. Of dat, ja, jullie zien dat wel. Ik weet alleen of ik die touwtjes goed heb gedaan. Ik heb serieus 5 minuten op de grond gezeten om te knopen en te kijken. En zeg maar zo, op de grond zie je het niet zo goed. Maar volgens mij zijn we er. En I love it. Dit is toch serieus een van de cutste topjes die je hebt gezien ooit. Ja, echt. Want ik heb nu, want het is nu juli. Elke zaterdag heb ik een feestje. Dus ik, oh mijn god, ik kan niet wachten. Ik weet gewoon niet wanneer ik deze dan voor het eerst aan ga trekken. Love it. Maar dan ga ik hem misschien toch met een kort broekje aan doen. Gewoon een korte short of zo. Denk ik. Ja, helemaal één. Nou ja, het linkje staat in de beschrijving. Ja, say no more. Alright, dan heb ik hier zo eventjes iets anders dan anders. Namelijk een hele lange rok in het turquoise. Ik zag het zo en ik dacht, ja, maar dit is ook echt fantastisch. Dit kan je zo makkelijk aandoen ook. Gewoon eventjes een wit topje erboven. Of een weet ik van ander wit shirtje. En dan ben je gewoon klaar. Dan kan je gewoon gaan. En het is leuk, want je hebt hier aan de voorkant zo'n split. Dus het is zeg maar een korte rok aan de voorkant en een lange rok aan de achterkant. En dan met een sleehakje eronder of zo. Ja. Dusty light green. Doe me denken aan Dusty van Stranger Things. Oh mijn god, het nieuwe seizoen. Ik heb het gekeken hoor. Maar goed, deze, ik ga er even aan... Oh nee, wacht. Ik heb namelijk ook deze zwarte slippertjes. Kijk, dit zijn hoe ze eruit zien. Gewoon chic, weet je wel. Ik heb vaak op vakantie dat je dan even chic gaat lunchen of uit eten wil gaan. Maar je hebt geen zin in hakken. Dan vind ik niet dat je in een teenslipper met zeg maar, zo'n badteenslipper, daar kan je niet in aankomen. Maar dit vind ik van wel. Dit is gewoon net even wat chiquer en een lekker zacht voetbedje. Er zitten allemaal kussentjes in, helemaal fijn. Dus ik trek er eventjes aan hieronder. Maar dit is niet nou, misschien als ik een zwart... Ik ga daar een zwart topje boven dragen. Dan matchen we volgens mij weer. Ik vind het helemaal leuk. Ik dacht echt van, een zwarte top, maar joh, je matcht helemaal leuk met die slippers zo erbij. Kijk dan, hoe leuk. Dit kan je ook naar zoveel momenten aan. Gewoon weer uit lunchen, uit dineren, stranddagje. Dit kan op zich ook wel als je werkt. Gewoon naar werk of naar school. Ja, echt heel erg leuk. Schijnt ze door trouwens. Oeh, wel iets. Ja, wacht. Ik zit nu echt wel heel erg zo. Dan zie je wel dat het een beetje donker is. Dus ik heb ook een donkere string aan hoor. Dus je zou je wel een huidskleurige string onderaan moeten.
Maar goed, ja. Op zich valt het mee hoor. Maar in ieder geval, als je daar even bewust van wil zijn, dan weet je dat hij een beetje doorschijnt. En ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Helemaal gezellig. En dan heb ik hier zo een linnen doek. Hoppatee. Nee, dit is een doek om weer zo'n. Die je zo om je hoofd kan wikkelen, weet je wel. Ik moet dit echt even gaan leren. Oeh. Wacht, hoe moet dat dan? Moet het een mooie strik erin kunnen leggen of zo? Ik vind het wel een leuke fijn. Maar ik moet het wel even gaan leren, want ja, dit keer kan je er niet even zo'n staart in leggen. Ik ben even helemaal de stylist die ik ben, maar gewoon als stopje. Wacht even. Dit is toch ook gewoon prima als top. Ja. En goed, lieve mensen, vergeet mijn kortingscode niet. DeniseAnna20 geeft jou 20% korting op items van Naked. Dus ga lekker shoppen. Hij is niet forever geldig, dus wees er snel bij. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!